Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik was eigenlijk een beetje mijn haar aan het doen. En toen dacht ik, waarom zou ik niet een video opnemen met hoe ik mijn make-up tegenwoordig doe. Ja, ik doe niet heel veel bijzonders, maar het lijkt me wel leuk om op te nemen. Het wordt trouwens vandaag echt zo'n 25 graden. Nesmi heeft nu opnames en we gaan daarna even wat eten drinken. Dus ik ben me nu een beetje aan het klaarmaken tot hij hier komt. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk gaan vinden. Ik ga even zo off-camera even deze nepwimpers opplakken. En dat zijn nepwimpers van AliExpress. Ik weet niet of je ze zo goed kunnen zien. Ze zijn echt heel goed. Ik heb ze al heel vaak gedragen. Elke keer als ik deze nepwimpers bestel, dan bestel ik echt zo'n 20 paar. Dus daar kan ik even mee vooruit. Ik ga even voor jullie kijken welke nepwimpers het precies zijn. Ik ga even bij mijn koopgeschiedenis kijken. Als ik heb gevonden welke nepwimpers het zijn, zal ik het wel even hieronder noteren. Als jullie de link niet vinden, dan heb ik het dus niet gevonden. Oké, ik kom zo terug. Ik plak trouwens mijn nepwimpers met deze lijn van Queen Tarzi. En deze is gewoon echt de beste. Jongens, kijk het verschil één keer. Ik heb aan deze kant dus wel nepwimpers en deze kant niet. Zo, ik heb nu op beide wimpers, zou ik zeggen. Ik heb nu op beide ogen dus mijn nepwimpers opgeplakt en ik heb nog geen mascara op gedaan. Ik doe dat gewoon niet. Ik doe dat altijd daarna. Ik weet dat heel veel meisjes dat van tevoren op doen. Ik heb trouwens niet op mijn puistenaanval, soms heb ik het gewoon. Ik begin met deze serum van Image Skincare. Deze serum werkt om je huid te hydrateren en werkt ook als anti-aging. En die doe ik altijd voordat ik make-up ook doe. Mijn huid is heel erg gevoelig. Dus mijn huid wordt altijd van alle producten een beetje rood. En even kijken, ik heb nu even een paar puisten. Ik heb een beetje een puistenaanval. Maar het komt gewoon omdat ik ongesteld ben op dat moment. Nou heb ik het gewoon even. Te veel details. Oké, nadat ik de serum heb opgedaan van Image Skincare, doe ik nu de moisturizer op van Image Skincare. En deze moisturizer matteert je huid. En er zit ook nog SPF in. Super handig tijdens deze dagen. Let trouwens nu niet op mijn rode huid. Ik heb het altijd als ik product op mijn gezicht smeer. Maakt niet uit welke. Ik heb het altijd. En hier smeer ik lekker veel van in. Geen grappen jongens, mijn huid voelt nu al alsof het beter aan. Oké, ik heb de producten een beetje laten opdrogen op mijn huid. Trouwens over deze moisturizer. Deze werkt echt super goed. Laatst bleef Saranna hier slapen en toen deed zij dit een keer op voordat ze ging slapen. En dit hoort eigenlijk helemaal niet als nachtcreme gebruikt te worden. Maar je zag de volgende dag, want ze heeft hier een beetje licht acne. Echt dat haar huid super rustig was geworden. Gewoon na één dag al. Ik ga nu een primer opdoen van Catrice en die heet Prime & Fine. Volgens mij hebben ze er ook maar eentje. En ik doe hier niet zoveel van op. Echt een heel klein beetje op mijn wangen, op mijn voorhoofd, op mijn kin. Hier heb je echt niet veel van nodig. Je moet nooit te veel primer opdoen, want anders glijdt de foundation over je huid heen, heb ik geleerd. Tijdens de masterclass. Ik ga nu een liquid illuminator opdoen van NYX. En hij ziet er zo uit. Ik gebruik het eigenlijk nooit. Dat had ik een keer gekregen van NYX Cosmetics. Maar ik wist niet waarvoor ik hem moest gebruiken. En toen keek ik hem een paar keer op YouTube. En toen keek ik een paar YouTube video's. En toen zag ik gewoon dat ze het opdeden voor de foundation. Omdat ze dan een glow krijgen. Dus dat ga ik ook doen. Tenminste, dat doe ik de laatste tijd heel erg en ik zie echt veel verschil. Ik vind het echt heel mooi. Hier doe ik gewoon eigenlijk best wel veel van op. En als je het opdoet, word je daar echt heel erg lelijk van in het begin. Het maakt je foundation straks echt heel mooi. Want ik heb gekozen voor een matte foundation vandaag. En als je dit eronder doet, dan wordt het echt heel mooi. Je kunt ook de foundation zeg maar mengen. Je kunt ook de foundation mengen. Je ziet dat ik nu helemaal aan het glimmen ben. De laatste tijd gebruik ik deze foundation van NARS. Echt heel vies. Sorry, mijn producten zijn echt heel vies. Ik moet ze even schoonmaken. En dat is de Natural Radiant Longwear Foundation.
Deze is echt super goed. En dit is de kleur Flowers. Ik ga het even inzoomen. Dat is deze kleur die ik ga gebruiken. De foundations van NARS zijn echt heaven. Ik vind ze echt super goed. En wat ik heb geleerd is dat je eigenlijk nooit heel veel foundation moet smeren. En dat je eigenlijk moet werken met heel weinig foundation. Als je ziet dat je meer nodig hebt, dan moet je elke keer wat meer opdoen. Het eerst deed ik altijd heel veel foundation op. En dan kreeg je een soort van masker effect. Maar als je gewoon een klein beetje opdoet en het dan opbouwt, dan wordt het gewoon veel mooier. Oh, deze foundation maakt me lichter. Dan ben ik een soort van spookje geworden. Dan denk ik wat bruiner geworden. Kijk, ik vind het eigenlijk een beetje genoeg qua foundation. Ik hoef echt niet meer. Maar ik vind het een beetje genoeg. Ik hoef niet meer dan dit. Nee, straks maak ik het wel donker met bronzer. En deze foundation maakt me echt heel licht. Ik gebruik eigenlijk de laatste helemaal geen concealer meer. Ik gebruik gewoon deze foundation van NYX. Kijken. Ik gebruik gewoon een lichtere foundation van NYX. En het werkt voor mij even goed. Tot deze op is, koop ik wel weer een nieuwe concealer. Maar voor nu vind ik het eigenlijk wel goed. Concealer doe ik lekker veel. Because I need it. Doe ik gewoon een beetje met mijn vingers steppen. Beauty. Ik heb geen beauty blender meer. Anders zou ik het daarmee doen. Het is echt veel fijner. Met de kwast vind ik helemaal niet meer fijn om een concealer op te doen. Maar voor nu even met de vinger. Oh, wacht, ik ga even checken of Lira nog voor de deur staat, jongens. Hey guys, ik ben weer terug. Lira is weer naar binnen, gelukkig. Het is nu warm weer. Vandaag wordt het dus 25 graden. En dan wil Lira heel graag naar buiten. Want ze houdt van de zon. En dan gaat ze elke keer voor de deur gaat ze liggen. Echt super schattig. Maar dan ben ik altijd bang dat ze gaat weglopen of zo. Want ze is helemaal niet gewend om naar buiten te gaan. Ze blijft eigenlijk alleen maar voor de deur staan. Zo, wat een verschil, jongens. Ik heb wel een beetje te veel concealer opgedaan, vind ik. Maar ja, dat is nooit erg. Doe ik een beetje concealer boven mijn oog. Guys, ik heb laatst een strikje gekocht voor als je make-up opdoet. Dat is denk ik veel beter. Wacht. Zo. Ik heb hem opgedaan. Dit is echt veel fijner. Want mijn haren kwamen elke keer in mijn gezicht. Nu begin ik aan mijn favoriete gedeelte. Of nee, eerst moet ik denk ik de wenkbrauwen doen. Mijn wenkbrauwen zijn er ook echt heel uit de laatste tijd. Ik ga ze eerst even borstelen. Echt veel haren op mijn wenkbrauwen. Maar ik heb mijn wenkbrauw echt, zonder grap, zo erg verneukt. Ik had altijd zulke dikke Arabische wenkbrauwen vroeger. En ik vond het echt zo lelijk. Dus ik ging echt zoveel appelleren elke keer. En ja, nu heb ik dit. Ze worden niet meer dikker dan dit. En vroeger, ik maak echt geen grap, jongens. Ik had zulke dikke wenkbrauwen. Zo jammer. Ik vind denk ik wenkbrauwen wel het moeilijkst om te doen. Ik kan dat ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik kan wel echt veel beter dan een paar maanden geleden, moet ik zeggen. Toen zag mijn wenkbrauw er helemaal niet meer uit. En ik heb ook echt zulke stugge haartjes bij mijn wenkbrauwen. Dat ze echt alle kanten op gaan. Dat is wenkbrauw 1.
Nu deze. Deze vind ik altijd moeilijker om te tekenen. Even kijken. Trouwens, ik wil echt zo graag weer shoppen. Ik heb echt zo lang niet geshopt. Het komt dus omdat ik aangekomen ben. En ja, dan koop ik gewoon niks meer. Omdat ik denk van, het staat me allemaal toch niet. Verder. Lira had weer een beetje aandacht nodig. Ik ga nu mijn wenkbrauwen weer even uitrustelen. Wat ik wou zeggen, ik wil echt weer even shoppen, man. Ik heb echt zo lang niet geshopt. Maar het komt dus omdat ik aangekomen ben. En ja, ik vind dat niks meer mij echt mooi staat. Tenminste, ik weet niet meer goed wat mij wel en niet staat. Dus ik shop ook gewoon niet meer. Ik vind het echt rot. Vroeger shopte ik veel meer dan nu. Maar ja, ik ben echt heftig aangekomen, jongens. Ik ben nu alweer 5 kilo kwijt. Ik weet niet of jullie het ergens kunnen zien. Zo niet ook goed. Maar ik ben dus nu 5 kilo kwijt. En ja, ik eet gewoon gezonder. Maar ik ben... Ik was in totaal, was ik dus 10 kilo aangekomen het afgelopen jaar. En opeens zie je dat heel erg goed. En ik paste al mijn broeken gewoon niet meer. Ik heb echt een enorme kont gekregen voor mijn doen. Dus ik pas al mijn broeken niet meer. En eigenlijk moet ik dan een heel nieuwe garderobe aanschaffen. Want ook van boven ben ik natuurlijk aangekomen. En toen dacht ik bij mezelf, nou weet je, ik ga gewoon afvallen. Ik heb helemaal geen zin om een maat M te kopen. Niet dat het erg is, maar als je van een maat XS komt, dan mag je wel even oppassen. Dus nu ben ik lekker gezond bezig. En ik hou ook echt van kickboksen, dus dat heb ik ook weer opgepakt. Samen met Nessie vind ik het altijd wel leuk om te doen. Ik ben nu trouwens mijn wenkbrauwen aan het concealen. Dat ze iets strakker lijken. Weet je, eigenlijk heb ik dat heel lang niet eens gedaan. Ik doe het gewoon nu voor de video. Mijn vaat is klaar. Ik heb vanochtend lopen opruimen, want morgen krijgen we dus bezoek. Omdat Nessim jarig is. Oké, nu komt eindelijk mijn favoriete onderdeel. En dat is bronzer. Dit is mijn favoriete bronzer. En het is de Hoola bronzer van Benefit. We krijgen zo'n borsteltje bij. Deze is ook echt heel schattig. Maar deze is ook echt super handig om even op mee te contouren. Dit is wel mijn lievelingsbronzer tot nu toe. En ik doe altijd lekker heel veel bronzer op. Vooral nu mijn foundation eigenlijk veel te licht is, doe ik gewoon kapot veel bronzer op. Ik zat het laatst trouwens aan te denken, echt bijna niemand doet meer overdreven highlighter op. Het was denk ik echt een periode dat het echt heel erg in was om heel veel highlighter op te doen. Maar dat doet bijna niemand meer, behalve die make-up artiesten natuurlijk. Maar eigenlijk doet niemand dat meer. Dat was denk ik echt een periode. Tenminste, ik zie niemand dat meer doen. Ik doe dat helemaal niet meer op trouwens, highlighter. Ik vind die niet eens meer mooi. Vinden jullie highlighter nog mooi? Zo, ik doe echt kei veel op en dan ben ik nog niet klaar. Dus de eerste laag bronzer die ik nu op heb. Trouwens, op de camera lijk ik echt veel lichter. De camera lijkt ik echt veel lichter dan ik ben, hè, jongens. Ik zie mezelf hier in de spiegel, ik ben vet bruin, maar hier zie je dat niet zo goed. Dit is stap 1. Dan gebruik ik de bronzer van NARS. Sorry hoor dat al mijn producten vies zijn, maar ze komen allemaal uit de toilettasje. En ik gebruik ze echt dagelijks. Ik ga deze bronzer nu opdoen van NARS en dat is de Laguna bronzer. En deze ziet er zo uit, ik vind hem echt goed. De bronzer van NARS ook echt gewoon
super goed. Ik doe eigenlijk nooit blush op, dus ik ga altijd helemaal los met mijn bronzer. Nu is het wel een beetje overdreven. Ik heb trouwens een andere kwast gepakt om het een beetje minder te maken. Mijn bronzer was namelijk een beetje overdreven. En nu ga ik met dezelfde bronzer van NARS ga ik mijn neus shapen. Mijn neuscontourer. Dat is ook mijn lievelingsgedeelte. even kijken. Als je neuscontour moet je oppassen dat je de strepen niet te breed pakt. Want anders krijg je eigenlijk nog een bredere neus. Echt neuscontouren kan je neus echt zo veranderen. Echt waar. Sommige vrouwen krijgen door alleen neus te contouren al een vet mooie neus. Je hebt niet eens een nose job nodig. Nou, mijn neus was niet meer te redden trouwens voor een nose job. Want neuscontouren is eigenlijk als je een brede neus hebt, dan kan je dus contouren. En dan oogt je neus eigenlijk smaller. Maar ik had een te lange neus. Dus ik kon mijn neus eigenlijk niet kleiner contouren. Misschien heb je daar een ander trucje voor. Om een langere neus korter te laten lijken. Wat een verschil, hè? Trouwens, misschien leuk om te vertellen. Gisteren was het dinsdag, ja. Toen zou ik met een volger afspreken. We zouden ergens gaan lunchen. Maar ze kon last minute niet meer. Maar dat deed me echt leuk. Want het was zeg maar een vrouw. Volgens mij van rond de 25. Ik weet niet precies. Maar ze volgde me al een tijdje. Toen had ze een keer onder mijn vlog gereageerd van... Ja, ik zou het wel leuk vinden om met jou een keer een kopje koffie te drinken. En toen had ik daarop gereageerd. En we hadden afgesproken, maar ze kon last minute niet meer. Want ze staat op het punt om te bevallen. En het leek me dus echt leuk. Wil ik echt, zeg maar, vaker gaan doen. Dat soort dingen. Weet je wat het ook is? Mensen denken altijd van mij, zeg maar, dat ik eigenlijk heel sociaal ben. Maar dat ben ik niet. Ik heb echt juist heel erg veel sociale angsten. Dat is ook eigenlijk de reden waarom jullie mij op de meeste events en zo eigenlijk helemaal niet zien. Omdat ik me niet altijd heel erg prettig voel bij dat soort dingen. Maar ik wil dat echt oppakken voor mezelf. En ik dacht, ja, waarom niet gewoon met een volger afspreken, weet je wel. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Weet je, ik vind heel veel dingen, zeg maar, leuk om te doen. Maar ik heb er het lef of zo niet voor. Zo, dat was mijn neus. Even kijken, wat wil ik nog meer doen? Oké, ik ga ook nog, denk ik, deze heel oude bronzer opdoen van de Hema. I love bronzer. Ik gebruik deze kwast en dan gebruik ik... En dan spray ik deze setting spray van Mario. Hoe zeg ik dit? Badescu? Van Mario spreek dan op deze kwast. Want die bronzer mag je dus ook nat gebruiken. Staat op wet and dry bronzer. En dan doe ik het zo. Moet ik echt oppassen nu, hè. Oh, deze ruikt trouwens echt zo lekker. Dit is mijn laatste stap voor een mooie bronzy huid. Heel veel mensen gaan het denk ik weer overdreven vinden. I know. Zo.
Dan gebruik ik weer die andere kwast om het iets minder te maken. Ik gebruik eigenlijk geen poeder meer, alleen maar onder mijn ogen. En ik gebruik deze van Catrice, Prime and Fine. En die is echt, echt heel chill. Maar voor mijn gezicht gebruik ik het helemaal niet meer. Onder mijn ogen dus. Gebruik ik dat. Deze poeder is trouwens echt super goed, jongens. En boven mijn ogen ook. Zo. En dan gebruik ik weer deze setting spray van Mario. En deze ruikt echt zo lekker. Ik spray gewoon kapot veel. Zo lekker. Ik doe eigenlijk bijna nooit oogschaduw op. Maar heel soms doe ik het wel op, maar dan echt natuurlijk. Ik ga vandaag geen oogschaduw doen. Trouwens, ik ga even... Wat is dit? Oh. Ja, dacht ik al. Vertraag. Ik ga deze wenkbrauwmascara even opdoen. Om de haartjes op de juiste plek te laten zitten. Want zoals ik zei, ik heb best wel stugge haartjes. Die gaan alle kanten op. Dus ik heb zo'n wenkbrauwmascara wel echt nodig. Oké, nu ga ik verder met mascara. Dit is best wel een droge mascara, maar dat doe ik expres zodat het allemaal niet vies wordt onder mijn ogen. Ik gebruik gewoon zo'n droge mascara die best wel oud is. En hiermee plak ik eigenlijk mijn echte wimpers vast aan mijn neppe wimpers. En dat doe ik aan deze kant ook. Wat ik altijd wel doe onder mijn ogen, tenminste wat ik mooi vind, is ik pak zo'n klein kwastje. Als het is, maar ik pak zo'n klein kwastje. En dan pak ik weer die bronzer van NARS. En dan doe ik het onder mijn oog zetten. Dan heb ik een lijntje onder mijn oog. Dat vind ik altijd wel mooi. Ik doe even setting spray. Die zit denk ik op beeld totaal niet hoor, maar... In real life wel. Dat doe ik dus een beetje onder mijn ogen. Dan pak ik deze witte oogpotlood van NYX. En die doe ik op mijn waterrand. Waar is de haartje mijn haar? Dat hebben we gewoon niet uit. Is dat nou een haar? Dat is wel geen raar. Kijk het verschil, guys. Dit is dus met en dit is zonder. En dan pak ik weer de mascara. Trouwens, dit is de mascara van Essence. Die is gewoon super goed. Dat is de Definition Volume Mascara. En dan doe ik nu mijn onderste wimpers. Dan ga ik mijn lippen nu doen. Ik ga even deze lippotlood slijpen. Ik hou ervan als het echt heel scherp is. Dit is trouwens de lippotlood van Miss Sporty volgens mij. Ja, van Miss Sporty van Ethos in de kleur koffie.
Mijn sport heeft echt heel mooie lip liners. Er zijn twee lip liners van mijn sport die ik echt heel mooi vind. En dat zijn een beetje de nude. Dit is de donkere nude versie. Je hebt nog één die is lichter. En ze kosten echt helemaal niks. Ze zijn volgens mij 2 euro of zo. Ik weet nou niet of ik vandaag lipgloss wil opdoen of niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga denk ik toch wel voor lipgloss. Ik doe deze lipgloss op. En dat is deze van Kiko. En dit is nummertje 2. Er zit heel veel glitters in, jongens. But I like it. Ik doe meestal alleen maar in het midden. En als laatst ga ik nog een keer sprayen. Ik hou hiervan. Deze is echt mijn favoriet gewoon. En hij is zo goedkoop trouwens. Dit is echt een heel groot flesje, zeg maar. 250 milliliter en dit kost 13 euro. Kost echt helemaal geen flikker. Oh, het ruikt zo lekker. Het lijkt wel een reclame, joh. Hey guys, dit is het eindresultaat. Mijn make-up is wel zo mooi gelukt. Ik weet alleen niet of ik lipgloss ophoud. Ik ga je eerlijk zeggen, ik kan niet leven met lipgloss. En ik heb een beetje te veel bronzer opgedaan. Maar dit is het eindresultaat. Oh.